Het is half december. Uit het niets vielen daar de eerste sneeuwvlokken en al snel zag alles wit. In het Proosdijpark verscheen dankzij Moeder Natuur een prachtig winterslandschap. Voor mensen een uitgelezen kans om te gaan wandelen of te gaan sleeën. Sneeuw, het is een van die cadeautjes die je krijgt als je natuurliefhebber bent. Hoewel het ook nadelen heeft, hebben veel mensen er een aantal dagen van kunnen genieten. Na zo'n 3 dagen was het witte landschap alweer verdwenen. Maar we kunnen in ieder geval zeggen dat de winter van 2017-2018 echt even winter is geweest.